Hi allemaal, leuk dat je kijkt. Ik heb een nieuwe video voor jullie. Ik zit ook in een andere setting. Ik zit even op de slaapkamer. Ik heb vandaag een video waarin ik jullie mijn nagellaktest laat zien. En dat zijn best wel veel lakjes. Het zijn echt ook best wel hele oude nog. Maar het leek me wel leuk om dat toch een keertje te laten zien. Kan ik zo ook gelijk trouwens weer eventjes alles ordenen. Want ik vind het altijd wel fijn als het een beetje geordend staat. Nou, ik zou zeggen, kijk gezellig mee naar mijn stash van mijn nagellak. Dit is mijn nagellakrek. Hier ben ik echt super trots op. Hier bewaar ik dus al mijn lakjes, maar ik ga ze zo even uithalen om jullie dus mijn stash te laten zien. Oké, hier zien jullie dus de nagellak die allemaal in het rek stond. Dan heb ik hier nog een paar nagellakjes liggen die ik nog wil gaan reviewen. Maar ik laat ze jullie wel eventjes zien. Zodat je ook echt mijn hele stash ziet. En, maar die staan er dus gewoon nog niet tussen. Omdat ik daar nog over wil gaan schrijven. Dan heb ik hier nog een paar lakjes liggen. Die ik qua formaat niet zo handig vind om in het rek te plaatsen. Dus die heb ik los in een zakje staan. Maar goed, die horen er dus ook bij. Dus ik ga gewoon maar even beginnen om het jullie te gaan laten zien. Ik begin eventjes met die kleinere lakjes. Dit is allemaal van de Action. Dit zijn die lakjes van Max. En ja, dit zijn gewoon echt hele kleine flesjes die je per drietal koopt. Ik heb bijvoorbeeld, dit was een setje met roze. En met rood. En nog een ander kleurtje roze. Dus ja, op zich hele leuke lakjes, maar ze zijn gewoon super klein. Dus gewoon niet zo heel erg handig om in mijn rek te zetten. Dan heb ik nog een setje van drie andere. Dat was een gewone doorzichtige soort topcoat. Een geel lakje. En daar zat dan ook caviar beads bij. Deze. Maar die wil ik nog steeds een keer proberen, maar ik weet eigenlijk niet of het zo'n succes is. Maar ik ga ze zeker nog wel een keertje proberen. Dus dit zijn eventjes de lakjes die dus niet in mijn rek staan. Dan ga ik even verder met de preview lakjes. ja, eigenlijk is voor jullie ook een soort preview wat er dus in mijn reviewbak zit. Aan nagellak zit daar dus nog in een topcoat dots van de HEMA. Die zit nieuw in de collectie. Het is een blauwe. Ja, ze hebben nooit een naam. Dit is gewoon kleur nummer 7. Een topcoat glitter. En dit is kleur nummer 4. Die was ook nieuw in de collectie. Dan heb ik nog een Isle of Trends de Nudes lakje. En dit is, even kijken hoor, of ik de kleur kan zien. Of ik het kan lezen. Cupcake Topping heet deze. En dit is kleur nummer 4. Dus die ga ik sowieso nog een keer proberen. Maar ik weet alleen nog niet of ik hem ga reviewen. Maar goed, hij zit nog in de reviewbak. Dus die. Dan heb ik twee setjes met Essie lakjes. Deze zijn van de Big Bazaar. Die kun je daar kopen voor, ja, eigenlijk heel goedkoop. 5 euro voor 3 lakjes. En ik had nog nooit iets van Essie. En ik was gewoon heel benieuwd naar deze. Daar zit in Madame Mazzuel, Fit Avenue en Mint Candy Apple. Ik heb ze trouwens verkeerd op de volgorde erin zitten. Moet ik nu zeggen. Want deze heb ik al geprobeerd. Maar ik heb twee setjes. Dus die wil ik tegelijk reviewen. Maar dat is deze dus. En dan heb ik nog deze. En dit is Ruffus en Feathers, Houd in the Heat en Rome Raw Ranch of zo. Nou, ik kan het niet helemaal goed uitspreken. Dit zijn trouwens wel hele gewone oudere collecties. Het is bijvoorbeeld de zomercollectie van 2014. Maar dat maakt mij niet uit, want ik vind het gewoon heel erg gewoon hele leuke kleurtjes. Dan heb ik nog een nail harder. Deze is van de Kruidvat. Dit is een extra strong. Deze zit ook nog in een doosje. Dan heb ik een OPI lakje. Deze is ook van de Big Bazaar trouwens. En ik was gewoon heel erg benieuwd naar een OPI nagellak. Ik heb nog nooit een OPI nagellak geprobeerd. Dus ik was hier heel benieuwd naar.
Even kijken of deze ook nog een kleurnaam heeft. Ik weet niet of je dat kunt vinden. Nou, ik zie het niet staan. In ieder geval, hij is gewoon goudkleurig. Dus de naam weet ik niet. Dan heb ik ook een lakje van de nieuwe collectie van Rita Ora van Rimmel. En even kijken hoor, of hier nog een kleur op staat. Meestal wel. Of niet. Oh ja, dit is Sweet Retreat. Sweet Retreat heet deze. Is gewoon een leuk roze lakje. Ga ik nu naar die grote berg die daar ligt. Het is echt door elkaar. Het zijn oude lakjes en het zijn ook wat recentere lakjes. Dus ik ga het jullie gewoon even laten zien. Hier ook de Cinderella lak. Deze heb ik uitgebreid ook gereviewd. En dit is de glitter topcoat. Dit is de glass slipper. En die hebben jullie al kunnen zien. Ik ben dol op glitter topcoats trouwens. Dan heb ik hier de Luxe Nude van Catrice met de Satin Shine. En deze heet Delight in Pure Light. Dit is kleur nummer 7 en die heb ik ook al uitgebreid gereviewd. Dan heb ik nog een lakje van Cinderella. Deze heb ik niet gereviewd trouwens. Deze is kleur nummer 1. Dit is Sing Sweet Nightingale. En dit is gewoon een mooi roze kleurtje. Dan heb ik een paar lakjes van... Volgens mij is dit Miss Sporty. En Miss Sporty vind ik altijd heel erg fijn met die French manicure lakjes. Hier heb ik dus gewoon de roze versie van. Even kijken of deze ook nog een speciale naam heeft hoor. Ik kan het zo niet vinden, maar dit is gewoon de roze. Verder niet heel bijzonder. Daar heb ik dan ook een witte van. En ik vind deze lakjes echt super fijn, omdat die ook gewoon een heel fijn kwastje hebben voor dat gedeelte wat je wit maakt, zeg maar. Dus dat is gewoon ideaal. Deze die heb ik echt ook al, die koop ik ook echt altijd weer terug. Dan heb ik een lakje. Dan heb ik een lakje van de NYC. Even kijken hoe deze heet. Deze heet Park Ave. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Kleur nummer 246. En ik vind die lakjes altijd wel fijn. En ik vind die kleurtjes ook wel heel erg mooi. Dan heb ik een oudere collectie van Essence. Het is een oudere trend collectie. Dit was Love Letters. En dit is de kleur Rosy in Love. En dit is gewoon best wel een compact formaatje. Heb ik nog een oudere versie. Dit is Me and My Ice Cream. Dit is ook een limited editie geweest van Catrice. Essence, sorry. Even kijken hoor. De naam. Ben & Jerry's. Dan heb ik nog een limited lakje. Dit was de Rock Out MTV. Emma Glow in the Dark topcoat met... deze heeft van die mooie sterretjes die dan op je nagel blijven gaan. Deze heb ik ook best wel een paar keer al gebruikt. En deze gaat ook best wel snel op, moet ik zeggen. Want ik geloof dat ik hem 2 keer heb gebruikt. Of 3 keer. En ja, er staat best wel veel uit. Dus ik vind hem wel heel erg mooi. Deze heet Biggest Fan overigens. Er staan ook wat andere producten tussen. Dit is een... Dry Drops, dit is van Essence. Die kun je dus op je nagels doen nadat je ze gelakt hebt. En dan droogt het ietsje sneller. Ik vind ze op zich wel heel erg fijn. Er zit gewoon zo'n pipetje. Pipetje zit hier aan en die kun je dus op je nagels druppelen. Maar die heb ik er ook gewoon tussen staan. Wat ik er ook heb staan, dit is Gel Nails at Home. Ja, het is er nu allemaal uit. Maar ik heb ook nog steeds gewoon die lamp en nog een aantal producten ervan die je zo meteen ook zult zien. En ja, dit was vooral voor je nagelriemen. Om die kon je dan insmeren. Hier zit een, ik weet niet of ik het eventjes kan laten zien. Hier zit zo'n draaimechanisme in.
Dan heb ik hier ook nog een Studio Nails. Dit is een Caring Olie. Deze vind ik ook wel heel erg fijn, want die kun je dus ook zo heel fijn met dit applicatortje aanbrengen. Overigens kun je een kat horen mouwen. Die staat er ook tussen. Eigenlijk hoort hij niet bij de nagellak, maar ik heb nog geen andere manier om die verzorgingsproductjes op te bergen voor nagellak. Dan heb ik wat lakjes van de Action nog die er wel tussen stonden. Deze hebben een hele dunne applicator zoals je kunt zien. Dit is gewoon een oranje. Hier kun je trouwens wel heel erg leuk nail arts mee maken. En daar heb ik ook nog een rode van. En een roze. Deze hebben overigens geen naam, volgens mij. Oh. Ofwel. Magenta? Magenta? Ik vind het een heel erg onduidelijke naam. Ja, ze hebben wel een naam. Die rode heet gewoon red. De oranje heet gewoon orange. En deze roze heet dus magenta. Nou ja, heel bijzonder. Dan heb ik ook nog een gewoon lakje van de Action. Dit is een soft pink. Zo heet die ook. Zijn op zich ook prima lakjes. Vind ik ook wel eens handig voor on the go. Als ik een keer wegga en ik weet dat mijn nagels wil lakken, vind ik dit wel hele fijne formaatjes ook. Dan heb ik deze. Deze heb ik afgelopen week uitgebreid gereviewd. Dit is de limited editie van Catrice. En dit is de Nomadic Traces. En deze heet Nomadicted to Red. Dan heb ik de Gel Base Coat van Essence, die je zonder lamp kunt gebruiken. Ja, vind ik echt heel erg fijn bedacht dat ze dit nu hebben. De Sinful Colors heb ik één lakje van. Hele fijne nagellak, zou ik er eigenlijk wel meer van willen hebben. Deze heet Vacation Time, dit is de 264. Heel mooi kleurtje. Ook hele fijne lak. Echt heel erg fijn dat ze die nu ook in Nederland verkopen. Dan heb ik een XXL volume. Dit is een gel look. Dit is een topcoat van Essence met extra shine. Deze gebruik ik eigenlijk altijd over mijn nagels. Nou ben ik zelf ook heel erg benieuwd naar de matte topcoat. Die heb ik nog niet geprobeerd, maar die wil ik dus wel een keer gaan proberen. Vooral omdat ik ook nu matte nagellak heb. En dan vind ik het toch wel mooi om daar een matte toppoot overheen te gebruiken. Overigens zagen jullie een pootje van de kat die eventjes kwam kijken wat ik aan het doen ben. Dan heb ik hier nog een reeks van de Essence lakjes die je met lamp moest gebruiken. Deze was voor de French manicure. En deze heb ik gewoon in de doosjes laten zitten. Vond ik net zo handig. Deze is met... Nou, daar is de kat weer. Deze heeft mooie glittertjes erin. Vind ik ook heel erg mooi. Alleen ik vind het altijd heel veel werk om met die lamp te gaan doen. Dan moet je echt als ik dat doe, dan moet ik daar echt wel heel veel voldoende tijd voor hebben. En echt even geduld, want het duurt best wel lang. De peel-off base coat. De peel-off gel base, sorry. Hoort er ook nog bij. De clear gel topcoat. En dan heb ik nog, dit is trouwens een gewone, dit is een magnetic topcoat. Die kun je dus over elk lakje heen aanbrengen en dan ja, kun je dus met zo'n magneet werken. Alleen, tot mij is het tot nu toe nog niet echt gelukt. Ik ga het nog wel eens een keer proberen, maar ja, ik vond het niet zo'n heel groot succes. Misschien deed ik iets fout, maar... Ik heb echt geen idee. Dit is de Cracking New Art topcoat. Deze heet Crack met True Red. En volgens mij ging deze vanzelf. Kwam hier vanzelf zo'n cracking in. Maar dat weet ik niet zeker meer. Maar we zien eigenlijk hoeveel lakjes je hebt en hoeveel je eigenlijk een hele poos dan weer niet gebruikt. Maar je kunt natuurlijk maar één lakje tegelijk gebruiken.
Dan heb ik hier van Studio Nails een anti-split van Essence. Gebruik ik ook heel vaak gewoon als base coat. Zodat er toch wat onder zit en ze zijn echt best wel fijn in gebruik. Deze heeft geen naam overigens. Dan is dit ook nog eentje uit een limited edition. Dit is Super Heroes van Essence. En deze heeft een heel mooi effect ook. Deze heet Power Pearl. Het is allemaal een beetje moeilijk leesbaar. Maar ook wel een heel mooi lakje. Dan heb ik hier de 24/7 Nail Base. En deze ook van Essence. Is ook super fijn om gewoon als base coat natuurlijk te gebruiken. Er is die ook voor, maar ik wissel dat nog wel eens af. Dan heb ik ook nog een Studio Nails Ultra Nail Repair. Mijn nagels zijn op het moment een beetje broos. Wat ik echt super zonde vind. Ik heb echt een hele tijd lang hele sterke nagels gehad. En ik heb ook gewoon een paar nagels die gewoon niet groeien. Daar zit zo'n dubbele nagel, zeg maar. En dat is toch gewoon te dun om door te groeien. Dus dat breekt eigenlijk weer af. Dus ik hoopte eigenlijk dat deze product me daar een beetje bij zou helpen. Alleen tot nu toe is het nog niet echt gelukt. De Nail Candies. Dit was de 6-in-1. Ruikt heerlijk ook een beetje naar snoep. Deze heet Soda Pop en Candy Shop. En vind ik ook wel heel erg schattig uitzien. Dan heb ik hier een nieuwe gel lak. Essence de Gel Nail Polish. Deze heet, even kijken hoor, Ever Young. Forever Young moet ik zeggen. En die hoort dus bij de nieuwe collectie van Essence. Dan heb ik een 60 Seconds lakje van Rimmel. Het zijn hele fijne lakjes. Deze heet... Wat erg dat ik nooit die kleuren zo goed kan. Oh ja, Funtime Fuzia. En het zijn natuurlijk ook gewoon... Ja, het zijn wel hele kleine lakjes, maar... Ja, ze vallen wel gewoon goed op. Dan heb ik nog een lakje van Rimmel. En dit is de Salon Pro van Kate. En dit is de kleur Hip-Hop. Overigens laat ik nu de lak allemaal een beetje zien. Ja, een beetje uit een... niet echt op volgorde, maar ja, ik... Ik had geen zin om alles te gaan ordenen, dus ik pak het gewoon eigenlijk een beetje random van de stapel. Dan heb ik hier nog een lakje uit de oudere collectie. Deze is Ultimate Pink. Die moet ik gewoon even heel goed schudden, want hij is nog goed. Dus die. Dan heb ik een Isle of Trends lakje. Dit is de Pastels. Dit is Sweet at First Sight. Leuk kleurtje ook. Hier een oude limited editie. Dit was de Wave Goddess. En dit is de kleur Lose Your Heart on the Bard. Was ook wel een hele leuke editie. Nog een Essence Color and Go lakje. Dit is de kleur Absolute Blue. Nou, ik vind hem meer paars, maar goed, dat is niet echt... Aan mij denk ik. Beetje bijzaak. De groene, een beetje mintkleurtje. Deze heet That's What I Mind. Ja, dat is ook wel een beetje toepasselijk voor deze kleur. NYC lakje. Deze is heel snel droog. Deze heet Prince Street. Dit is de 247. Dan heb ik nog een Nail Art Special Effect Topper. Die is helaas volgens mij ook al niet meer te verkrijgen. En deze heet Purplicious. Purplicious, sorry. Mijn Engelse uitspraak is niet echt super, zeg maar. Dus sorry voor mijn versprekingen. Nog een Isle of Transit is van de Nudes. Deze heet I'm Lost in You.
Dan heb ik een Maybelline lakje. Deze is van de Action overigens. Die heb ik daar gekocht. Even kijken hoor of ik hier de kleur op zie staan. Zul je net zien dat ze er zo'n sticker overheen hebben geplakt. Zal eens even kijken of ik hem los krijg. Kleur heet, want als ik hem los trek, dan gaat de sticker er ook af, denk ik, waar de kleur op staat. Dus het is gewoon een colorama. Ik denk dat dit ook al een hele oude collectie is, want dit is niet echt volgens mij heel recent. Sally Hansen lakje, deze is ook bij de Action vandaan. Deze heet Crushed trouwens. En ik vind het altijd wel erg leuk dat ze ook die lakjes die wij normaal bij de drogist best wel veel voor betaald is. Dat je die dan ook bij de Action kunt halen voor ja, eigenlijk een stuk minder. En oké, het zijn misschien al wel oudere collecties, maar dat maakt mij nooit zo heel veel uit. Nog een keer de Art of Trends, de Pastels. Dit is dan ook die glitter topcoat. En deze heet... Ik moet hem echt even dichtbij houden. Ik kon het gewoon niet lezen. Sparkle in a Bottle heet deze. Dus die. De topcoat, de nieuwe gel nail topcoat. Natuurlijk voor de nieuwe lakjes. Dan hebben we weer een oudere. Ik heb trouwens heel veel roze. Naudi en pink. Beetje ja. Velroze. Nog een oudere. Dit is Pink and Proud. Nu heb ik een NYC lakje. En dit is de Peel Off. Deze heet Strip Me Off. En hier heb ik ook al eens een keer een uitgebreide review over geschreven. Een glitter sparkle scent effect. Deze heet Me and My Lover. Overigens komt de kat even kijken. Een oude limited edition. Dit is de Be Loud. Deze heet Riot. Ik heb me eigenlijk nooit zo verdiept in die namen. Een blauwe. Dit is de kleur The Boy Next Door. Waarschijnlijk heb je ook helemaal niks meer aan die kleuren waarom ik ze nu opnoem. Omdat je ze toch niet meer kunt kopen. Maar ja, ik denk ik noem ze maar voor mocht je het willen weten, het leuk vinden. I don't know. Dit is eentje uit de Hidden Stories. Dit was de kleur Marvelous Fairy. Was ook een hele mooie limited editie. Nog een Rimmel 60 Seconds. Dit is de kleur Pulsating. Dan heb ik de allereerste collectie van Rita Ora. Don't Be Shy. Met de postzegel waar zij op staat. Dan heb ik een lakje die is echt al heel oud. Dit is de Twins. Die zijn ook echt volgens mij al een paar jaar uit de collectie. Dit was de Color Base. En daar hoort dan even kijken of ik ook die... Ja, daar hoort deze dan bij. Dit zijn dus twee twins. En even kijken hoor. Dit was de kleur Carrie. En deze heet dan Mr. Big. Maar het is wel allebei kleur nummer 3. Dus ze hoorden ook bij elkaar. Ik vond ze echt geweldig. Maar jammer dat ze er ook niet meer zijn. En ik vond het echt heel leuk bedacht. Dan heb ik weer zo'n nieuwe lak van Essence. Dit is de Beautiful Lies. De gel. Een oudere. De Color & Go. In de kleur Engels Roze. Engels Rosé, hoe je het wil benoemen. Hello Ant. Hello Anthem, dat was ook een limited editie met thermo effect. En dit was de kleur Beautiful Red. Ik heb trouwens heel veel rood en roze, maar dat is je inmiddels vast wel opgevallen. Een NYC lakje en dit was een soort smoky musk of zo. Ik vind hem zelf heel erg mooi.
Deze heet Rock Muse. En dit is kleur nummer 1. Ik vind het zelf echt een heel erg mooi lakje. Dan heb ik van Essence zo'n tip painter. En ik weet niet of deze ook nog een naam heeft. Ik zie hem zo niet staan, maar dit is ook heel handig. Dus voor French manicure gebruik ik ze heel vaak. Maar hier zit ook zo'n heel dun kwastje aan, dus hier kun je ook streepjes mee zetten. Een HEMA nagellakje. Dit is kleur nummer 13. Heb je ook zo weinig aan dat er geen kleur op wordt vermeld. Er zit ook een balletje in. In de top, geloof ik. En trouwens een subtiele glitter ook in. Gel Nail at Home, de primer. Ook van de oude collectie uiteraard met de lamp. Dan heb ik Essence Nail Art Glow in the Night. Dit was ook met zo'n glow in the dark effect. Deze heet I'm Fairly Fly. Volgens mij... Geeft deze dus alleen... volgens mij geeft deze geen licht. Ofwel, ik weet het niet meer. Er was er ook eentje die geeft alleen maar licht in disco's. Maar ik weet niet of dat deze is of dat een andere is. Nog zo'n Studio Nails Pro Effect White. Is dit? Dit geeft je nagels een wat wittere uitstraling. NYC... Dit is Caramel Toffee. Dit is echt heel mooi. Het is ook een beetje een nude kleurtje. Echt super, super mooi vind ik deze. Dan heb ik weer een HEMA lakje. Gewoon een mooie blauwe in de kleur 834. Een cartridge lakje. Even kijken hoor. Dit is Finda Tinto. Echt heel erg donker, een beetje paarsachtig zelfs. Studio Nails XXL Nail Thickener. Het werkt gewoon niet helemaal hoe het wezen moet. Maar ik vind het zonde om ze weg te gooien, want ze zijn nog goed. Dus ik gebruik ze ook gewoon als base coat. Maar ja, ik heb er niet de verwachtingen meer van die ze zouden kunnen hebben. Nog een rode Color & Go lakje. Femme Fatale. We zijn er bijna doorheen. Dit is mijn favoriet van NYC. En dit is de Water Taxi Peach. Deze vind ik echt super mooi ook. Daar is de kat weer. Een nieuw Art Magnetic. Dit is Magic Wand. Ja, ik heb die magneetjes ook nog ergens liggen, maar ik weet eventjes niet waar. Quick Dry van de Ethos. Dit is gewoon een oranje, leuk met Koningsdag of wat dan ook. Heeft ook verder geen naam trouwens. Maar ja, het is duidelijk dat die oranje is. Long Lasting van de HEMA. Dit is kleur 43. Een Color & Go met kleur... Dus. Upper Cream Side. Gele. Little Miss Sunrise. Nog een lakje uit de Justin Bieber collectie. De Beauty Beats. Deze heet... Groupie at Heart. Nou ja, ik heb zelf niks met Justin Bieber. Sorry voor de fans onder anderen. Maar ik vond dit kleurtje gewoon heel erg mooi. Nog een Color & Go. Sweet as Candy. De Crushed Crystals van Catrice. Shooting Star heet deze. Color & Go. Let's Get Lost.
Nog eentje van de Action. Mullein Rouge. Deze van de Hema vind ik zelf heel erg mooi. Deze is uit de collectie, dat weet ik. Dit is de kleur 208, maar ik vind de kleur echt super, super mooi. Dan heb ik twee van die lakjes van de Action met zo'n magneetwerking. Werkt ook eigenlijk voor geen meter, maar goed, ik vind de kleur wel leuk. Ik laat alles een beetje vallen. Het zijn ook twee dezelfde kleuren. Je kocht ze ook per tweede, er zaten gewoon twee dezelfde kleuren in. Nog een Color & Go. Oh, Color. Nee, dit is de Essence Nude Glam. Deze heb ik ook voor 50 cent gekocht toen. Want dit is echt ook al een hele oude. En deze heet Cookies & Cream. Klinkt wel heel erg lekker trouwens. Die naam. Nog een nagellakje van de Action Paris Pink heet deze. Nail lakker van Catrice. Deze heet de Effect Maker. En deze is ook echt heel erg mooi. Want die geeft ook echt zo'n soort glans laat zien. Hè? Een mini lakje van de Hema. Kleur 18. Nog eentje in kleur 11. Dan heb ik ook nog een nagelverharder van de Hema. Kleur nummer 10. Maar je weet allemaal wel waarvoor dat dient natuurlijk. Oh, even uit het beeld leggen. En dan ben ik bij mijn laatste lakje aangekomen. En dit is van de NYC. En dit is de City Blackout. Dit was hem dan. Mijn video met mijn nagellaksters. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop ook dat het duidelijk is. Ik vond het een beetje moeilijk om het anders op te nemen. Het zijn natuurlijk gewoon best wel hele oude lakjes. Maar ik vind die stashvideo's zelf ook altijd gewoon heel erg leuk. Dus ik dacht, laat ik zelf ook eentje maken. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik zie jullie gewoon heel snel weer tot de volgende video. Doeg!